Hey, hallo. Ben jij er alweer? Wat leuk. En wat is het hier warm vandaag. Ik ga ijsjes maken, want dat is lekker koud. En het is helemaal niet lastig om een ijsje te maken. Kijk maar mee. We gaan 3 verschillende ijsjes maken. Als allereerste hebben we ijsvormpjes nodig, met stokjes. Dus ik heb er hier 3. Ze hebben ook een dekseltje. We maken 1 bosbessenijsje, een aardbeienijsje en we gaan er ook eentje combineren. Dus dan gaan we aardbeien en bosbessen door elkaar erbij doen. Zo. Eerst maken we aanmaaklimonade. En dat doe ik in een grote kan. Ik doe er een beetje limonade in zo. Daar doe ik dan flink wat water bij. Zo. En dan beginnen we met de plakjes aardbei in het ijsvormpje te doen. Verspreid ze maar een beetje, zodat je ze goed kunt zien. Want dat is namelijk het allerleukste. Zo. En dan doen we er wat limonade bij. En voorzichtig, hè? Niet morsen. En hij mag ook niet te vol, want dan loopt hij over. Zoiets als dit. Het dekseltje erop. Want zo kan hij niet knoeien. En dan gaan we het bosbessenijsje maken. Flink wat bosbesjes. En die gaan we ook weer heel goed verspreiden. Zodat je ze goed kunt zien. Oh, dit worden toch gezonde ijsjes? Wat lekker. Heb jij ook trek in een ijsje, Zeppie? Vast wel, hè? Zo. En dan doen we hier weer limonade bij. Oh, kijk al hoe mooi dat wordt. Zo. En de laatste. Daar doen we aardbeien en bosbessen bij. Nog wat limonade erbij. Hoppatee. Dekseltje erop. En dan moeten ze heel lang in de vriezer. Je kunt ze vanmiddag pas na de lunch eten. Ja, zo lang duurt het. Oh, wacht. Ik was al helemaal vergeten dat het gisteravond ook zo warm was. En toen heb ik er al een paar gemaakt. Ik ben zo benieuwd hoe ze zijn geworden. Eens kijken. Wauw. Dat is gaaf, zeg. Kijk deze mooie ananas eens.